Ik vond de actie van het Openbaar Ministerie en door middel van de officier van justitie vond ik volstrekt disproportioneel. Het recht om te demonstreren staat onder druk. Dat zegt hoogleraar Jan Brouwer, gespecialiseerd in openbare orde. Afgelopen zaterdag blokkeerde Extinction Rebellion de A12 bij Den Haag. Het was een protestactie tegen de overheid omdat zij subsidie verstrekt aan de fossiele industrie. En dat moet stoppen, vindt Extinction Rebellion. Voorafgaand aan deze demonstratie werden activisten opgepakt wegens opruiing. Zij hadden namelijk opgeroepen om te protesteren. Het is een groot goed. Het is een van de meest principiële grondrechten die we hebben. Daar moet alle ruimte voor bestaan. Ook actiegroep Extinction Rebellion vond deze arrestaties te ver gaan. Toen ik het hoorde, vond ik dat heel schokkend. Ik ken een aantal van die mensen en zij zijn, net als ik, heel gewone bezorgde burgers. En er was ook zeker geen sprake van opruiing. Er was alleen een oproep om op de A12 te gaan demonstreren. De actiegroep vindt dat ze harder worden aangepakt dan andere demonstranten. Tijdens het protest werden ook nog eens 768 mensen opgepakt. Veel meer dan bij de snelwegblokkades van boeren vorig jaar. Er worden wel beduidend veel meer klimaatactivisten opgepakt dan andere mensen die ergens voor demonstreren. Dat valt wel op inderdaad, dat de vergelijking met de boeren wel wat bijzonder is, dat er maar 100 boeren in totaal zijn opgepakt en ik weet niet hoeveel duizend klimaatdemonstranten al zijn opgepakt. Ja, daar hebben ze absoluut een punt. Het blijkt keer op keer dat de politie de klimaatactivisten veel te hard aanpakt. De rechter corrigeert het optreden van de politie keer op keer met als reden: politie, je hebt je schuldig gemaakt. De politie heeft zelf de regels niet in acht genomen. Daarmee is niet gezegd dat protesteren op een snelweg mag. Iedere demonstratie moet bij de burgemeester worden aangevraagd, zodat hij, indien nodig, voorwaarden kan stellen. Je moet je aanmelden bij de burgemeester en die burgemeester kijkt dan of hij de voorwaarden kan creëren waaronder je veilig kunt demonstreren. En als dat niet op een snelweg kan, dan zul je je moeten schikken naar een andere plaats. Burgemeester Schuiling sluit zich hierbij aan. Kom in gesprek, laten we het er goed over hebben en dan kunnen we het ook een goede plek geven. Maar ook in Groningen staat vast, een snelweg blokkeren gaat te ver. Ja, blokkades van openbare wegen, daar zijn we op tegen, omdat veel te veel mensen daar last van hebben. Maar bovendien, heel veel hulpdiensten langs moeten. Dus zowel boeren als klimaatactivisten, wie dan ook, blokkade van wegen, dat willen we in Groningen niet. Extinction Rebellion gaat in ieder geval gewoon door met actie voeren. Ja, ik blijf gewoon me inzetten voor een betere wereld.